How do you go from being an asylum seeker to a factory worker to a distinguished member of parliament? The American dream. Ik neem dingen niet zomaar. Ik accepteer dingen niet zomaar. Waar is nu Allah? Waar geloof je in? De Koran die is nog steeds op een futstuk. Ja. En het moet er vanaf keihard. En dat kan in Nederland. En ik wil daar best voor doodgaan. Het VVD Tweede Kamerlid kwam in 1992. Ayaan Hirsi Ali beschuldigd van en geconfronteerd met een reeks kleinere en grotere leugens. Dat er een verhaal is, dat er een andere naam is gebruikt. Dus dat betekent dat op dat moment is er sprake van valse of fictieve persoonsgegevens. Here is someone who has risked her life to serve as a member of the Netherlands government. Het is mijn vrienden. Nog een criteria. Ik mag het toch eigenlijk noemen? Ik vermeed af altijd getwijfeld aan heer Sjaan. Het is volgens mij een moedwillige poging om haar te verschijnen. Als je het slecht in elkaar zoekt, kun je altijd oorlog maken. Nu ze zei dat ze gelogen had, voelde ik mezelf ook nogal een beetje persoonlijk, nou zeg maar, belazen. Ik had niet meteen een soort van, wauw, dat gaat heftig worden. Hoe geweldig ik Ayaan ook vind, daar kan ik gewoon geen ja op zeggen. Daar moet ik gewoon nee op zeggen. Ik voel me als een ambtenaar die puur uitvoerend bezig is. Als minister voel je natuurlijk ook vaak alleen. Politieke domheid waarmee mijn gedachten heeft gekomen vanmiddag. Ze belde mij en ze zei, verdomd staat te liegen. Wilt u mij eens vertellen wat het e-mailadres is van Ayaan Hirsi Ali? Sinds jaren. Magan@tweedekamer.nl. En u kent het al jaren. Van Nederland denk ik wel overblijft, is een land wat niet om kan gaan met zulke scherpe kritiek. We moeten ook geen karikatuur van daadkracht willen maken. En uiteindelijk, moest ik dan die beslissing nemen? Ja, dan voel je echt wel, wel heel alleen. En wist dat ik niet anders kon.